Staatsolie heeft de Indiase parlementaire delegatie geïnteresseerd in zijn offshore-activiteiten. Dit gebeurde gisteren tijdens een bezoek dat de delegatie bracht aan de Saramaka Operations. De Indiase parlementariërs kregen een rondleiding en presentatie, zodat ze een beeld konden vormen over de activiteiten van Staatsolie. Agnes Munsi Sokowi-Krommel, financieel directeur van Staatsolie, geeft aan dat het de bedoeling was de delegatie te interesseren in de activiteiten waarin het bedrijf groeimogelijkheden ziet. Maar natuurlijk hebben we dus ook kunnen praten over de activiteiten waarin zij zijn geïnteresseerd. We hebben trouwens ook gekeken wat we doen als Staatsolie met India en Indiase leveranciers. En ik moet zeggen dat is heel erg mager in vergelijking met wat we eigenlijk hebben aan bijvoorbeeld een inkoopbudget. Dus ook daar is er mogelijkheid voor alle andere partijen, waaronder ook partijen uit India, om zeg maar hun diensten en hun producten te kunnen aanbieden aan Staatsolie. Maar ook in de onshore zijn we ook op zoek naar partners. En dat hebben we ze gepresenteerd en ze waren daar positief over. Munsi Sokowi-Krommel zegt dat de delegatie ook op de hoogte is gesteld van de beschikbaarstelling van aandelen in de offshore, die eind van dit jaar van start gaat. Bij het bezoek van de Indiase parlementaire delegatie waren er ook enkele DNA-leden en ministers aanwezig.